Het is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe vrijdagavondshow. Ik zit hier samen met Noer en wij gaan met jullie de week doornemen. Een nieuwe vrijdagavondshow, inderdaad. Doe. Nou, ja. Welkom. Je hebt de Q&A Tuesday al gehad. Nu een vrijdagavondshow. Dat was leuk. Leuk, ja, inderdaad. Het ging goed bij afgelopen dinsdag. Dus kijken hoe het deze vrijdag gaat. Jij hebt alvast de lijst opgesteld. En laten we beginnen met de prijsvragen. Vorige week hadden we natuurlijk een prijsvraag van Dead Space 3. En daarin moest je aangeven wie je zou redden. Rox die had een beetje een gekke vraag die ik niet helemaal begreep. Maar we hebben drie winnaars uitgekozen. En wie hebben er gewonnen allemaal? Dat zijn Jules van der Wal, Patrick Picavet en David Kroon. Oké, nou, gefeliciteerd jongens. Jullie krijgen Dead Space 3. Jullie krijgen van ons nog een mailtje. En daarna wordt gevraagd voor welk platform je willen, naar welk adres je kan, zodat jullie hem ook binnenkrijgen. En dan krijgen jullie volgende week de game in huis. Dead Space 3, kreeg je iets van? Wat kreeg je ook in de recensie? Kreeg volgens mij een 8. Zeker een goede game. Ja, een 8 inderdaad. Dus dat is zeker goed. Ja. We hebben deze week geen nieuwe prijsvraag voor jullie. We hebben wel een actie lopen op de website met de Epson projectoren. Hebben jullie misschien een filmpje van gezien, ook voorbij zien komen. Je kan je namelijk aanmelden om zo'n Epson projector thuis te krijgen. En dan kun je thuis een thuisbioscoop inrichten. Kun je daarop gamen. Komen wij ook later bij een van jullie langs om jullie meningen op te nemen op een XGN video. Zodat jullie dat lekker kunnen delen met iedereen op XGN eigenlijk. En doe daar dus zeker aan mee. Moet je een mailtje sturen naar epson@xgn.nl met de reden waarom je zo'n ding zou willen en welke games je erop gaat spelen. Dus doe dat en wie weet krijg je die binnenkort naar huis. En vergeet daar ook niet je adres te vermelden trouwens, zodat we hem daadwerkelijk kunnen bezorgen. Ja, dus dat waren de acties. We hebben hem al even uitgetest. Zeker vet om op te gamen. Ja, we hadden net, even kijken, Metal Gear Rising hebben we erop gedaan, heb ik even gespeeld. En we moeten nog even wat andere games proberen en dan krijgen we binnenkort een recensie. Ja. Dus dat lijkt me een goed plan. Oké, nieuwe releases van afgelopen week. Ja, was niet een hele drukke week en eigenlijk was de enige game volgens mij Aliens Colonial Marines. Dat klopt, die is voor de PC 360 en PS3 uitgekomen. En de review komt later, maar hij valt wel tegen. Ja, en dus Rox die had de recensie gedaan, nou we mogen de score denk ik wel verklappen. Ja, en dat is een 5. Een 5, inderdaad. Dus, een teleurstelling. Ja, niet een al te beste game. En er is ook wat om te doen op dit moment. Zeg maar, Gearbox die zegt van ja, wij hebben niet die hele game gemaakt. En CK die zegt van ja, Gearbox, jullie waren verantwoordelijk. En misschien dat daar nog wat ruzie uit voorkomt. De Wii U-versie overigens, die schijnt uitgesteld te zijn nu. Ja, en die is ook door een andere maker gemaakt. Ja? Dus misschien dat die iets anders zal zijn. Okay. We zullen het zien. Dus zult zien inderdaad. Ja, of misschien komt hij gewoon helemaal niet. Dat ze nu denken van nou, deze is zo slecht, laat me zitten. Zou ook kunnen. Zou kunnen. En een andere game is The Dark Eye Chains of Satinap. Ja, het is een point-and-click game voor de PC. Ik heb hem niet gespeeld, maar ja, voor point-and-click fans is hij denk ik wel vet. Ja, volgens mij de Dark Eye serie loopt ook alweer een tijdje mee. Ik weet niet of we hier een recensie van gaan doen. We moeten nog binnenkrijgen, maar al krijgen we hem binnen, krijgen we een recensie. En dat was het eigenlijk. Rustig weekje. Ja. Rustig weekje qua releases. Volgende week wat minder rustig. We hebben Crysis, Crysis 3. Crysis 3, inderdaad. Ja, op de PC, 360 en PS3. Gaat er echt heel goed uitzien. Wordt een heel toffe game. Dus ik denk wel dat ik hem zou halen. Ja, heb jij de Crysis games al gespeeld? Die vorige? Ja, ik heb 2 gespeeld. 1 niet. Ik heb hem wel geprobeerd, maar ik vond hem wat minder. Ja. Qua verhaal en zo. Ja. Dat zat bij 2 wel goed. En 3, die zal denk ik wel heel tof zijn. Inderdaad, ik heb voor 3 heb ik die multiplayer even zitten spelen. Was ik niet heel erg goed in. Dat hebben jullie ook kunnen zien in ons nieuw binnen. Daarvan ging ik flink wat dood. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Dus volgende week ligt die in de winkels. Andere gamepjes, Dynasty Warriors 7 Empires voor de PlayStation 3. Een beetje een hack-and-slash idee, zeg maar. Vooral miljoenen vijanden afhakken. Ja, er komen elk jaar iets van 3 van die spellen uit in Japan, dus. Ja, en voor de rest is het eigenlijk niet echt iets wat de meeste Europese gamers op zitten te wachten. Wel tof, ook uit Japan, Metal Gear Rising Revengeance. Ja, het wordt waarschijnlijk de eerste Metal Gear spel die ik ooit heb gespeeld. Die je ooit gaat spelen? Ja, want ik heb nooit een PlayStation gehad. Ah. Dus deze komt eindelijk ook op de 360 uit. Dus die ga ik zeker spelen. Ja, inderdaad. Ja, want natuurlijk Metal Gear Solid 4 komt alweer uit, 2008 ongeveer. En daarvoor hebben we natuurlijk op de PlayStation 2 en zo hebben we wat delen gehad. Op de originele Xbox ook trouwens. Ja, klopt. Hebben we volgens mij de Twin Snakes gehad. Of die was voor de GameCube in ieder geval. Maar er komt een nieuwe aan met de Rising Revengeance van Platinum Games. Nou, speelt heel lekker weg. Ik heb hem al een tijdje zitten spelen. Michael heeft hem hier gespeeld voor de nieuwe binnen samen met Hugo ook. Kunnen jullie nog kijken of download zelf de demo. Volgende week ligt in de winkels. Andere opvallende titels. Persona 4 Persona Arena 4. En Persona 4 Golden. Ja, Persona 4 Arena is voor de 360 en PS3. Het is een 2D-spel, een beetje in de stijl van Dead or Alive. Gewoon 1-1 vechten. En ja, ik vond het zelf niet zo interessant, maar Persona-fans waarschijnlijk wel.
Ja, en Persona 4 Golden voor de Vita is volgens mij wel een beetje anders. Dat gaat meer de RPG kant op. Dat is ook een turn-based spel, ja. Precies. Gewoon in de klassieke Persona-stijl. Om zijn beurt aanvallen. Op die manier verder. Ja, precies. Ja. Eigenlijk is dat niet zo heel veel. Het probleem met dit soort games is een beetje, de mensen die er al geïnteresseerd zijn, die volgen het al, zeg maar. Klopt. En de mensen die het nog niet volgen, die zullen het nooit echt leuk gaan vinden. Want het is een vrij unieke genre, zeg maar, vrij unieke soorten games. Maar dat waren de releases alweer. Dus op zich, nou ja, Crysis Medic Rising wordt een leuk weekje natuurlijk. Maar het is nog niet heel erg druk. Dus misschien komt het later in maart weer, want het wordt wel wat drukker. Grootste nieuws afgelopen week. We hadden het al over Crysis 3 natuurlijk. Ja. En Crytek, de ontwikkelaar, die zegt, nou, de next gen games gaan er zo uitzien als Crysis 3. Ik denk wel dat het klopt, want ze hebben het natuurlijk over de launch titels van de volgende generatie. En Crysis 3, dat wordt gewoon waarschijnlijk het mooiste spel van deze generatie. Ik denk dat andere ontwikkelaars ongeveer op dat niveau zullen zitten op het begin van de volgende generation. Ja, als die natuurlijk eind dit jaar begint, dan zou dat zeker kunnen. Maar ik vind zelf Crysis 2, hij was wel mooi, zeg maar. Maar op de consoles vond ik hem toch een stuk minder. Je moet echt voor Crysis games eigenlijk op de PC doen. Ja, klopt. Dat is wel een dingetje. Maar in ieder geval, Crytek die doet natuurlijk altijd opvallende uitspraken. En zegt altijd dat ze de beste zijn en de mooiste zijn en de beste games maken. Dus kijken of ze het nu met Crysis 3 gaan waarmaken. Ja. Ik hoop het in ieder geval wel. Ander nieuwtje was opvallend ook, demo's kunnen de verkoop van games halveren. Ja, dat heeft een analist gezegd, een financieel analist. Waarschijnlijk heeft u al gelijk, maar ik vind het een beetje een domme uitspraak. Ja. Want demo's kan verkopen van een game halveren. Het klopt waarschijnlijk wel, financieel gezien. Maar of het echt juist is en of het ook ethisch gezien juist is. Ik bedoel, wat hij eigenlijk aan het zeggen is, dat liegen over een game, dat het meer oplevert. Dat het meer oplevert. Inderdaad. Want demo's voor een kut game. Ja, dat, die zullen dat heeft natuurlijk geen zin. Voor zorgen dat er minder wordt verkocht. Misschien hebben we daarom ook geen demo van Aliens gehad. Ja, precies. Dat is waarschijnlijk wel een reden, Maar demo's kunnen natuurlijk ook positief uitpakken voor games. Als het nou een onbekende game is, een hele goede demo, precies. Kan het ook goed uitpakken. Dus. En dat mensen denken van, hé, die game moet ik hebben. Zeker. Dus op zich is dat, ik vind het een beetje een opvallende uitspraak inderdaad. En ik zou zeggen, eigenlijk moeten ze bij die volgende generatie gewoon demo's verplichten voor elke game. Ja, dat zou wel een goede zijn. Ja, dan kun je het toch altijd even proberen. En het is toch €60, een hoop geld. Zeker bij Xbox Live Arcade Games doen ze natuurlijk al. Dat is een demo erbij moeten. Precies. En ik denk, doe dat voor alle games die je online aanbiedt. Voor ook Games on Demand en in de PlayStation Store en dat soort dingen. Dus, maar kijk wat ze daarmee gaan doen. Ja. Andere dingen over de volgende generatie gesproken. Er zijn flink wat geruchten natuurlijk. Zo gaat het woord rond, terwijl ik me even verslik in de moord. De volgende Xbox maakt Kinect en harde schijf verplicht. Ja, is dat een goed idee? Zeker geen goed idee, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen teleurgesteld zullen zijn. Want je hebt gewoon nog minder keuzes. En dat willen we natuurlijk niet. Een harde schijf verplicht, dat kan op zich wel. Dat niet zo erg. Ja, dat geloof ik wel, want hij zit gewoon inbegrepen in het pakket. Ja. Dus niemand die daarom zal klagen. Op zich, een PlayStation 3 heeft ook een harde schijf verplicht, zeg maar. Een Xbox heeft het niet, maar heeft toch voordelen als je wel een harde schijf hebt met installeren en zo. Dus op zich, een harde schijf standaard indoen vind ik juist een goede set. Ja. Maar Kinect verplicht, denk ik, nou... Ja, ze willen natuurlijk dat iedereen hem gaat gebruiken, wat op het moment niet gebeurt. Ja. Nou, dus misschien willen ze hem zo echt nog een stukje verder gaan pushen. Ja, maar of het nou echt aan te raden is, want je zit natuurlijk, heel veel gamers zitten er niet echt op te wachten. Ja. Ook omdat het nog maar een beetje half werkt, de huidige Kinect natuurlijk. Het is niet ideaal voor echt de core games. Maar als het gewoon in die box doen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de spraakherkenning een standaard inkomt, dat vind ik wel goed. Maar ik wil niet verplicht een camera boven mijn televisie of zo. Past bij mij volgens mij niet eens om het erboven te zetten nu. Ja, dat is wel een probleem bij heel veel gamers. Dus dat is natuurlijk een dingetje. Maar we kijken wat er uitkomt. De volgende Xbox wordt waarschijnlijk pas op de E3 of iets dergelijks onthuld. Dus daar moeten we toch even op wachten. Ander opvallend nieuwtje over de volgende generatie is ook dat ze geen backwards compatibility zullen hebben. En of dat een gemis is, is ook een beetje een discussie. Ik zou het in ieder geval heel jammer vinden. Want ik wil gewoon heel veel PlayStation 3 titels nog kunnen spelen. Dus ik weet niet of het misschien te laat is om een PS3 te halen. De volgende PlayStation kunnen halen. Maar heel veel gamers hebben natuurlijk al een Xbox. Die halen zo meteen een nieuwe Xbox. Of die hebben al een PlayStation, een nieuwe PlayStation. Klopt. Dan heeft het niet zo heel veel zin om die nieuwe erin te stoppen. Maar wat jij zegt inderdaad. Als je natuurlijk geen PlayStation 3 hebt en wel denkt, ik koop nu een PlayStation 4. Ja. Dan heb je hele beperkte keuze als er geen backwards compatibility is. Terwijl je anders nog even kunt inhalen. Zeker. De afgelopen jaren kun je de Uncharted's en de dingen nog even spelen. In de God of War's en alles. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel.
zelf, ja, zou het voor jou een reden zijn om gewoon die console helemaal niet te kopen? Eigenlijk wel, ja. Als de volgende Xbox bijvoorbeeld geen backwards compatibility heeft en de PS4 wel, zou ik waarschijnlijk voor de PS4 gaan. Ja, oké. Okay. Dus nou, het maakt wel iets uit. Oké, okay, ja, voor mij maakt het niet zo heel veel uit, omdat ik ze toch allemaal haal, denk ik. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een verschil. Ja. Maar ja, dat is dus de discussie. Laat even weten wat jullie ervan denken ook in de comments trouwens. Dat zijn we ook wel benieuwd naar altijd. Laatste opvallend nieuwtje dan dat we deze week met jullie gaan bespreken is de hele soap rondom Rayman Legends. Dat is ook wel een dingetje dat een beetje bizar aan het worden is. Hij is eigenlijk op de Wii U uitgesteld. Ja. En daar zijn de makers en ook heel veel fans zijn er niet blij mee. En de developers die zitten wel in een redelijk kutpositie. Want al die fans die zijn nu boos op hun. Ja. En dat klopt dus volgens hun helemaal niet, want zij hadden er niks mee te maken met die beslissing. Ja, het schijnt dus dat de Wii U-versie is gewoon af, zeg maar. Ja. Maar het wordt nu uitgesteld, zodat ze het tegelijkertijd kunnen lanceren op de andere platformen ook. Klopt. Ja, ik vraag me toch een beetje af of dat te maken heeft met de vrij slechte verkoop van de Wii U op dit moment. Ja. Dat Ubisoft denkt van, nou, om hem nu dat risico te nemen om alleen op de Wii U uit te brengen, dat is toch te veel. Dus we gaan hem even snel overzetten naar die andere platformen. En ja, die ontwikkelaar, maar ik vond het wel vrij gek dat die bedenker van Rayman dus met zijn bordje buiten stond van, het is niet mijn schuld jongens, het is niet mijn schuld zoiets. Ik weet niet of dat een hele goede keuze was, ook richting zijn baas toe. Ja, precies. Ja. Dus die heeft waarschijnlijk wel een boze e-mail in zijn inbox gehad de dag erna. Maar ja, op zich wel grappig. De recensies dan. We hebben natuurlijk Aliens al gehad. Die kregen 5 van Rox. Die is uit. Daarnaast de DLC voor Borderlands 2. Sir Hammerlock's Big Game Hunt. Daar is alweer mee aan de slag geweest. Ja, en ik heb hem zelf niet gespeeld. Maar op zich is het een redelijke DLC. Ook is hij wat moeilijker dan het spel zelf. Ja. Wat op zich wel een pluspuntje is. Je bent nu al level 50 en zo natuurlijk in de game al, dus dan kun je wat verder, kun je wat meer uitdaging verwachten. Dat is wel goed. Ja, maar de level cap is niet verhoogd. Dat is wel is weer een minpuntje. Volgens mij gaat dat wel dit jaar gebeuren bij Borderlands, dat ze daar iets voor gaan uitbrengen binnenkort. Het zal vast wel. Moeten we even kijken. Ja. Andere recensie is, hoe spreek je dit uit? Geen idee. Kroikleur? Zoiets? Zoiets. Oké, we houden de Kroikleur. Kroikleur. Oké. Is Frans? Nee. Het is een Japanse game in ieder geval. Het is een soort van RPG-achtige game. Heel kort. Hij kost ook maar een paar euro. En daarom heeft hij een 6 gekregen. Het is gewoon een gemiddelde game. Een gemiddelde game, ja. Je mist niet heel veel eraan, maar als je hem koopt, dan is het ook niet echt een miskoop. Het is omdat een paar, het is voor een paar uurtjes leuk en dat is het ook. Oké. Okay. Mighty Switch Wars Hyperdrive Edition is volgens mij ook zo'n downloadbare game. Dat weet ik al zeker trouwens. Met 8 van Alwin voor de Wii U, als ik hem goed heb. Ja, eerder was hij al voor de 3DS uit. Die was wel goed bevallen. Deze is ook wel goed bevallen. Er zijn wat nieuwe leveltjes en van alles. Een aantal extra's. En het is gewoon een goede game. Ja, 8.0. Mooi zo. Prima. De DLC van Call of Duty Black Ops 2 hebben we er nog. Die krijgen ook een 8.0. De Revolution DLC door Stefan. En als laatste de Hitman HD Trilogy. Die krijgt een 7'tje van Tom. Ja. Ja, HD Trilogies. Of we daar nou zo erg op zitten te wachten. Op zich een 7 is een goed cijfer. Maar het is een redelijk cijfer, maar als je ze al hebt gespeeld, dan hoeft het niet meer. Nee, maar probleem is, als je ze niet hebt gespeeld, dan denk je wat voor verouderde zooi gaat mee aan de slag. Dus dat ook. Dat is een beetje een gekke positie. Maar wil je weer echt de oude Hitman games oppakken, zeg maar, en denk je niet op de PC, maar op de consoles, dan moet je deze wel halen. Dus dat is dan een 7'tje en dan kun je hem in huis halen. Volgens mij kost hij ook niet 60 euro, maar 40 of zo, 30. Ja. Inderdaad, op zich is dat wel ook een goede prijs dan ervoor. En dat was hem alweer deze week met de vrijdagavondshow. Hopelijk hebben jullie van genoten, hebben de week weer doorgenomen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Vergeet ook niet mee te doen met die Epson prijsvraag. Zoek dat nog even op de website als je zoekt naar Epson of het staat vast ergens op de mainpage nog. Zoek hem eventjes terug, doe mee aan die actie, dat is echt enorm vet. En volgende week zien we jullie weer dinsdag met de nieuwe Q&A Tuesday. We hebben nog wat video's in de planning staan. We gaan volgens mij nog een Red Bull verslag krijgen jullie nog te zien van het NK Red Bull Quest Ice. Daarnaast nog wat andere video's en reportages. Dus volgende week zijn we weer. Tot dan. En dan zien we jullie dan weer. En dit was niet een heel goed einde, denk ik. Viel mee. Het viel mee. Oké, het kan er mee door. Nou jongens, tot volgende week.